De stad zucht en puft onder de hoge temperaturen en de vele uren zon per dag. De mensen van stadsbeheer moeten alle zeilen bijzetten om planten, struiken en bomen te laten overleven met deze droogte. Vooral planten in bloembakken hebben het zwaar. Het is momenteel wel echt noodzakelijk om deze planten wat water te geven. Ja, want ze zitten natuurlijk in een bak en met die 30 graden dan beginnen de aardig te verdampen. Nou ja, op een gegeven moment is natuurlijk de puf eruit en dan verdorren ze helemaal. Hoe is het gesteld met je werkt al 20 jaar bij de gemeente, hoe is het gesteld momenteel met de droogte en met de toestand van de planten en bomen? Dat verschilt wel per plaats, maar er zijn echt wel bomen die toch wel wat problemen hebben. De plantenbak uiteraard, nou, en struiken die ondiep geworteld zijn, die begint toch nu wat slap te hangen. Het reservoir met 1000 liter water wordt steeds gevuld bij de wijkpost Zuid aan de Van Schendelstraat. Per dag rijden ze met dit warme weer vele keren uit. Erwin en Martin beginnen vandaag op de Van Iddekingenbrug en rijden daarna door naar het Overwinningsplein. Hier staan de planten en struiken er nog redelijk bij. Het is hier hartstikke droog. Het is gewoon eigenlijk losse zand. Het water verdampt gewoon eigenlijk door de zon, door de warmte. Dus dan gaat het water gaat gewoon heel snel weg. En dan geven we heel veel water, geven we dan 2-3 keer in de week. En dan proberen we het zo wel te redden eigenlijk. De mannen en vrouwen van stadsbeheer die zorgen voor het groen in de stad blijven de komende weken druk. De weersverwachting voor eind volgende week laat zien dat de temperatuur waarschijnlijk rond of boven de 30 graden zal uitkomen.